een waar slagveld bij het schieten op het OLS. Bij het koopschieten mist de een naar de andere schutterij. Ruim 30 schutterijen blieven over. Ja, het is al direct mis in de eerste ronde. Hij heeft niet verwacht, maar wij misschien wel gehoopt hebben dat we hem kosten laten staan. Nou, de beum laten staan is misschien wat te veel gevraagd. Maar nee, we hadden inderdaad gevraagd dat we de eerste ronde wel zouden halen. Maar helaas hebben we het niet gehaald, we hebben hem missen. En ik vermoed dat de wind een beetje parter heeft gespeeld. Want als ik een beetje naar links en naar rechts kijk, naar de schietbomen, dan... Ja, dan is het vandaag de kunst om jou te beheersen en het schot te lossen zodra het kan. En dat is niet gebeurd. En dat is bij ons in ieder geval niet gebeurd. En ik heb het gezien en ik heb ook gezien wat de oorzaak is geweest. Maar ja, wat ik al zeg, helaas. Ik denk met de wind de pol wat bewogen. Ofwel is ze zelf bewogen. Hè? Ja, af en toe sluipt er een feutje naar. Ja, maar dat moet vandaag eigenlijk niet, hè? Ja, er woont nog een paar mensen, maar nu staan we hier nog drie maandjes. Ja. Kiemen de boven harde volk, bulken mis. Onderkantje raak. Als ze de bovenkant raak, was het omlief gevallen. Ja, jammer. Ja, nu het laatste meertje. Dat is maar de boeit aan hem. Goed. Voor je op die, hè? Belfeld heeft de eerste, tweede, 18 draven. En hier staat er achterop, zit Kars van Bogaert. Kars, als we zien, is Liesik Beemegrep, wat er goed is gevallen. Het was toch een van de, of G, een van de eerste satterieën. Ja, het gaat volgens mij zin naar meer. Gaten met zout door. Maar wat een gevoel, man. Dat is lekker. Dat is waar we voor heen komen natuurlijk. Dat is overstaan. Gelukkig mugt weer. En ja, het doel voor vandaag is eerste doel die 36. En dan zien we wat hem vandaag verder gaat brengen. Dat is fijn dat we even door mogen. We zijn gekomen voor 36 punten. Dat is gelukt. Ik ben 73. 73, ja. Ja. En gisteren had je al een jaar onder de boom, of niet? Dat geeft langzaam op de 60 jaar. Op de 60 jaar, hè? Wat is dat weer? En, Ger, en altijd als laatste shirt? Ja. Achterop shirt is met hem? Ja. Bijna altijd. Ik heb eens veel laatste jaren geshort en daarna ben ik laatste shirt geworden. Geweldig, Ger. Ik feliciteer dich, want nummer 16, Sebastian, heel rijden. Maar hij achterop zit. Ger Jansen, 73 jaar. Je hebt de klusje geklaard, 2x18 draaf. Dankjewel. Nee, de zon moet geen partje spelen. Het is echt een windje. De wind is echt een goede spelbreker. Dennis, wij hebben het gehoop echt van gans tegelen. Ja, want het is voor bol, want dan komen we goed. Snel de maas over. Dat is voor mij makkelijker, maar dat is niet. Ik had ook geen gehoop en ja, sorry. We moeten er nog drie zitten. Ja. Laten we die er dan maar uit. Maar goed, het is, het is wel heel veel die mensen nou, hè? Oh, dat weet ik niet, hè? Was het? Iedereen mes bijna. Ja, dat valt ook mee, toch? Dat valt mee. Maar nee. Heb je aan een vuur gesteld? Ja. Ja, toch wel deze twee rondes doorkomen, hè? Het korp zit in ieder geval door en dan dadelijk kijken of ze nog een ronde kent winnen naar de volgende week. Ja, en dan daarna kijken of ze door kent van de volgende week en dan gaan we opnieuw beginnen. Maar de allereerste schot. Ja, dat is niet gelukt. En nou, dadelijk? Tent in. Voor de tent toe. Dat is ook verstandig. Ja, nou, het regelen geile, voor jou komen er nieuwe kansen. Zit dan toe, die is in Sint-Pietrus, Oetbolder. Kunt zaterdag in ieder geval niet terug. Die komen wel terug. Ja, ik kom kijken voor de andere schutterijen. Dat is collegiaal. Wim, bedankt. Ja. Zou ik moeten kennen, want die wonen zo dichtbij. Die kennen makkelijk met de fiets hier naartoe, zou ik zeggen. En dat is dan een hele goede teambuilding sessie om dit te verwerken misschien wel. Ja, nou ja, ze kunnen met de fiets volgende week terug komen om te kijken wat dat betreft. Hè? Dan hebben we weer wat toeschouwers erbij. Ja, dat zien we eenmaal dingen die kunnen gebeuren. En er heb je gewoon een aantal factoren die door mij spelen. Er is gewoon helemaal niks aan te doen. Het kan gebeuren, Louis. Maar waar zit, dan ga ik even toe naar Twan, de man staat rechts neer van mij. Twan, ja, Louis, de pijnpunten. Waar zijn de pijnpunten? Ja, pijnpunten, het wijdhel. Dus ze zijn gewoon lekker op en neer. En ja, ik heb iets meer geduld moeten hebben. Ik heb moeten wachten. En dan, dus de pijnpunten is geduld en is wachten. Maar één ding is wel zo, Twan. Dus is wachten, maar wij continu. Wij continu, maar op het juiste moment dan schieten. Dus nou wijder de route en dan kan je hem niet moeten trekken. En dat deed ik wel. Jongens, één ding is zeker. Dus goed weer. En we hebben me net verteld, volgend jaar is er ook weer een OLS, Louis. Volgend jaar is er weer een OLS en dan gaan we weer ons best doen.
En dan komen we weer terug. Ik heb het wel gezien, maar ik weet ook niet wat de fout gedaan heeft. Maar hij bleef staan, Bonke, dus dan is het einde oefening, hè? Ja, daar zit ik eindbalk op, Monique. Ja, dat klopt. Joke van Vondervoorde is bezig met de derde shirt. Maar het waait erg al, dus we zitten erg lang op wachten tot het een beetje wind stil is om de balken af te kunnen schieten. Ik heb er niet met een paar man vurgen staan met de paraplu dat ineens bovenop neer gaat. Ja, ik kan het proberen. Ik heb al gevraagd of dat ze de wind niet kosten zetten, maar dat kost me geen eens behelpen. Nee, dan moet ze een speciaal nummer hebben daarvoor. Hè. Dat heb ik niet, dat heb je wel gekregen. Maar we gaan eens kijken of Yvonne dat laatste nummer eraf geschoot en dan gewoon ik vanuit. En dat dat allemaal goed komt, want Yvonne die shoot zo goed. Dat is Joke, maar dat maakt niet goed. Ja! Yeah! En ik heb het gehoord, het woord. Yvonne heeft er 3 afgeschoten. En we zien er 36 verder, dus het woord is ook door. Dankjewel. Wat een juichje. Hij gaat nog eindelijk hier met zijn hangen in de buks. Hij gaat ze nog eindelijk goed liggen. En dan moet er toch geschoten worden, want wachten is nog geen optie meer. Daar komt de wedding eraf. Venrooy! Ja, mooi zo. Venrooy duidt het heel wel. Als je 2 keer achter die bokjes hebt. En vorig jaar was hij in 2019 de 2e plaats. En nou gaat ze in ieder geval door. Het kopje zit erop. En hij zien de bokjes ervan af. Het is natuurlijk ook zo, want je ziet echt niet de enige. Want je ziet in de eerste ronde, ik weet niet hoeveel loot gevlogen. Dus je zit ook in de eerste ronde bezig. Maar volgens mij is het geveil wat meer als gehalveerd. Dat zou zo maar kennen, ik heb geen flauw idee. Oh, dat vertel ik toch wel, geloof me. 33 schutterijen blijven naar het korps zitten over. De volgende nog eindronde. Ja, helemaal schitterend. En zeker als ze nou zorg terug mogen komen. Ja, mooie kerel. Ja, kijk. Dit is nou echt kameraai. Ja, echt. Ja, dit is... nee, het is niet te beschrijven, zou ik het zo zeggen. Dat we van zorg terug mogen komen. Mooi aantal. Mooi onder, ja, we zitten onder de 30. Ik weet niet hoeveel uitvallers we nou hebben. Geweldig. Ja, we staan nu bij de schutterij van Heur. En hier staat Jannie Bakkes met de verrekijker. Jannie, veel het met nu, deze run. We gaan weer, Diego. Veel op zich wel met. Maar we hebben zoveel problemen gehad met de bugs. De vuurgronden wijken. We hebben echt heel veel gezeik gehad. En ik vind het eigenlijk puur voor het zestal schitterend echt dat we zelf hebben geschoten. Maar ik moet zeggen, deze run was een perfecte zin. De eerste run was echt heel moeilijk met de wind. De bomen gingen van links naar rechts. Dat kent ze zien, maar als ze van veel naar achter gaat, dat is ze niet. Maar ja, super. Echt. Ik ben trots op deze 6 mensen, echt hoor. Naast mij de president van de OLS Federatie, meneer Koopmans. Ja, goedenavond. Sta ik naast een gelukkig man? Ja, absoluut. Het is zo'n mooie dag geweest. En het zijn zulke mooie dagen heen geweest in mei al. Bij het kinder-OLS, met het sponsorscheten. Gisteren een prachtige mis. En nou vandaag... Ja, echt heerlijk. Namens alle schutters kan ik echt zeggen, geweldig wat hier gepresteerd is. Ja, maar goed, dat is steeds een overtreffende trap elk jaar opnieuw, hè? Of is Meijer echt wel heel bijzonder in wat ze nu gepresteerd hebben? Elke keer, elke schutterie doet het op zijn eigen manier, met eigen omstandigheden. Maar ik moet ook echt zeggen, wat hier gepresteerd is met de ganse gemeenschap, is echt voor mij geveel uniek. De warmte, de kracht, de energie die ze de ganse tijd vult. De precisie ook met het werk. Het glazen ophalen, de rommel opruimen. Het klopt allemaal. Je moet op je hoogtepunt soppen, zeggen ze wel eens, hè? Wat zeg je? Je moet op je hoogtepunt soppen, hè? Ja, maar ik had al eerder aangegeven, een jaar geleden al, dat ik ging stoppen als president. Na 9,5 jaar vond ik het goed als een traditie. Als ze er echt van helpt, dan geeft ze die door aan de volgende generatie. En met de voordracht van Anouska Koopmans, die volgende week zaterdag, als het goed is, gekozen gaat worden, dan denk ik dat die traditie weer in hele goede handen is. Ja, en we moeten een beetje een vraag maken, want u moet straks de prijs uitreiken, begrijp ik? Ja, ik moet eigenlijk de Esprit-prijs uitreiken. Dat is een prijs die ik zelf heb geïntroduceerd als president. Dat is voor die schutterie die op het gebied van muziek een bijzondere prestatie levert. Waarom vind ik dat belangrijk? Omdat ze eigenlijk zo is dat een schutterie wordt muziekkorps groot is, dan is het achter het vaandel, dus bij de schutters, is het ook goed gevuld. Ja. En het helpt dus een schutterie om goed levendig te blijven. Speelt u zelf ook een instrument? Nee, ik ken eigenlijk niks. Oh, maar onderaan... Ik ken goed proten ja. En voorzitten, dat doe ik hier.
Maar muziek maken kan ik niet. Ja. Wat vindt u van de uitslag van de 24 overgebleven schutterijen? Dat is wie het is. Uiteindelijk moeten er nog 23 afvallen. Maar dat gaat pas volgende week zaterdag gebeuren. Ik heb altijd geer dat er veel met doen aan het kavelen. Dat brengt gezelligheid met ook met. Ik roep ook iedereen op die nou zit te luisteren. Kom volgende week zaterdag heen naartoe. Want ook dat is weer een heerlijke dag om met te maken. En dan bent u er ook bij? Jazeker. Dat is mijn laatste dag dan in volle naad. Ik zal de huldiging dan ook nog doen. Want dat is wat we met elkaar afgesproken hebben. 24 uur na het uitroepen van de winnaar. Dan zal Anouska Koopmans, als de ledenvergadering er gekozen heeft, zal die de functie van mij overnemen. Ja. We kijken al uit. We gaan nu al missen de spraakmakende speeches zonder een microfoon te gebruiken. Want u heeft volgens mij de grootste klankkast die er is, hè, bij de oorlogs. Nee, ik doe mijn best. En ik probeer altijd alle lui toch op een goede manier in haar kracht te zetten, zoals ze dat dan zo zeggen in deze tijd. Goeie lui die goede dingen doen, die moeten benumberen en die moeten geraakt worden. En dat heeft mij alleen ook gedaan met gans beide Limburgen. Dankjewel ervoor, want ik mag nu verder gaan met het huldigen van een schutterie die de Esprit Prize gaat winnen. Dankjewel. En dank aan Pelemaas, een geweldige nummer op. De elke keer weer. Ik moet wel even corrigeren, Omroep PNM. Want anders krijg ik ik moet zeggen, Omroep PNM. Ja. Echt geweldig. Wie het geeft, elke keer weer de schutterswereld echt in het zonnetje zet. Dank jullie wel daarvoor, allemaal. U bedankt, meneer Koopmans. En heel veel succes met de uitreiking. Ja, en dat is. En proost ook natuurlijk. Hij gaat weg met een lekker pilsje. Hij wordt ondertussen weer tegengehouden. Waarschijnlijk kost het nog heel veel tijd voordat hij überhaupt bij de tent is aanbeland. En in de tussentijd komt Jacques Leenders, die de hele dag voor ons zeg maar heeft bericht. En die precies weet welke 24 schutterijen volgende week terug gaan komen op de zaterdag om te gaan kavelen. En die gaan meestrijden. Want zoals meneer Koopmans al zei, er moeten nog 23 schutterijen afvallen. Intussen is het hartstikke gezellig in de tent geweest. En voor degenen die hier bij de schietpalen hebben gestaan, je hebt het misschien gemist. Maar voor die mensen toch even een kleine sfeerimpressie vanuit de tent. Want daar was Marleen Rutte ook. Speciaal voor Marleen Rutte hier in te komen. Ja, ik ben sowieso voor de OLS, maar Marleen Rutte is natuurlijk top. Ja. Geweldig! Al. Op het moment dat ze bij een OLS aankomt, de sfeer is zo gigantisch, chic, vet. Iedereen veert samen feest en dat is het enige doel. Waarom dat de mensen in de tent zijn en dat is samen feest vieren en dat is dik en dubbel en dik geluk. Ja, echt gek. De festfeest, dat maakt een apart gevoel met de schutterswezen, maar als je er bent en de zaal te merken ook. Ik verstond niet wat ze dachten. Ik zeg, de festfeest, dat maakt het schuttersleven los. Maar als Marleen Rutte in de tent staat, dan maakt het net zoveel los. Ja, laten we het hopen. Het was echt ziek, ja. Dankjewel. Tot zover de feestarena met Marleen Rutte. En ik weet niet of Hubert Vos, de voorzitter van het OLS in Meijl, en Twan de Bruin, de voorzitter van Sint Willebroer, daar is al zoveel over gezegd, ook meegedanst hebben op de muziek van Marleen Rutte. Tuurlijk. Ja? Ja, we moeten van het feestje genieten, hè? Ja, maar hij is een echte danser. Hij is een echte danser. U niet? Ja, ik ook wel, maar op dit moment heb ik even gepast. Ja.
Het begint hier al wat rustiger te worden. Hè. De zon gaat een klein beetje onder. Het wordt prachtig licht hier. Het wordt zelfs een beetje aangenaam qua temperatuur. Hoe kijkt u terug op de dag? Nou, het was fantastisch. Het was in één woord geweldig. We hebben ook alle ingrediënten die nodig zijn om er een onvergetelijk succes van te maken. Die hadden we ook. We hadden natuurlijk schitterend weer. De sfeer zat er eigenlijk al heel snel goed in. Geen incidenten, optocht, hartstikke prima, mooi openingsprogramma. En ja, ja. Ik zag even op de televisie dat er wel eventjes de defilé oponthoud had, dat er iemand onwel was geworden. Is dat allemaal goed afgelopen? Ja, dat was eigenlijk zo. Dat was zo ongeveer rond 3:30. Toen was er een mevrouw, die was een beetje flauw geworden, ik denk van de warmte. En net daarna, dat was ons andere evenement, toen was er een bepaalde koningin die ook een beetje flauw viel. Maar dat is gelukkig allemaal schitterend afgelopen. En dat was prima. Ja. Ja. En u wilde ook nog iets zeggen? Ja, nou, ik zou zeggen, ja, verder is alles perfect verlopen. En ja. Ik word alleen maar blij van de blije mensen die hier allemaal zijn. Dus genieten. Het was ook heel mooi om te zien dat tijdens het defilé Sint-Willibrordus elke keer weer moest gaan staan om te applaudisseren. Ik zat maar altijd denken, die zullen wel eelt op de handen hebben intussen. Hè? Dat doe je voor elke schutterij. Als je het schuttersbloed in je hebt zitten, dan doe je dat voor elke schutterij. Ja. En het was gewoon genieten van de eerste tot de laatste schutterij. Ja. En iedereen verdient dit. En iedereen is niet alleen de schutterij, maar ook de andere schutterij. En wellicht alle vrijwilligers die hier aan meegewerkt hebben. En aan meewerken, begrijp ik. Sorry, ik had... Het is misschien een beetje luidruchtig hier. Ik zal het nog een keer herhalen. Met u iedereen bedoelt u iedereen van de schutterij. En alle vrijwilligers die hier aan meegewerkt hebben. Ja, iedereen. Het totaalplaatje. Dit is waar de schutterij voor staat. Waar wij als schutterij voor staan. En als we dat op deze manier uit kunnen brengen, ja, wat wil je nog meer? Ik ben alleen maar een gelukkig mens. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ja. En u maakt heel veel mensen gelukkig, want de organisatie liep ook als een treintje eigenlijk. Alles. Nou, het is natuurlijk niet aan mij om ons altijd een compliment te geven, maar we horen het wel van andere mensen, dat vinden we fijn. Ik moet zeggen, ja, we hebben er ook veel tijd en energie ingestoken. Mm-hmm. En de organisatie liep eigenlijk op rolletjes. Ja. Dus of het nou veiligheid is, of het zijn de verkeersregelaars. Nou, ik kan natuurlijk allemaal wel doorgaan. Ik ben hartstikke trots op mijn mensen. Ja, en wat vindt u van de uitslag? Want er zijn nu 24 schutterijen over. Niet zo heel veel schutterijen uit deze regio. Dus de kans wordt heel groot dat het waarschijnlijk in een andere regio georganiseerd wordt volgend jaar. Hè? Ja, ik moet zeggen dat we redelijk snel tot nog maar 24 schutterijen over zijn gebleven. Ik moet wel eerlijk bekennen dat het in de bondschuttersfeesten, tenminste in onze bond, is dit wel eigenlijk het beeld wat wij al zagen. Die 2 jaar stil liggen heeft toch wel impact gehad op alle schutterijen. Ja. Maar het feestje is er niet minder om. En ik zie alleen maar blije schutterijen. En ik verwelkom ze volgende week zaterdag. De 24 schutterijen die nog over zijn. Zeer zeker hier in Meijel. En we gaan er volgende week zaterdag nog een heel mooi feestje van maken. Dankjewel tot nu toe. En wij gaan volgens mij een verbinding maken, als het goed is, met Bart in de zaal. Want hij is daar volgens mij een kijkje gaan nemen, als dat klopt. Ik stel hij even hoofdterreinentechniek nog net een telefoontje. Wat belangrijk telefoontje, Leo Kupers, hoofdterreinentechniek. Ja, het ging over inderdaad de verdeling van de schietbomen voor de volgende week volgens mij. Dus ik moet dadelijk even naar de federatie. Maar we zullen dadelijk even kijken. Ja, dan zitten er nog 24 schutterijen over. Ja, er zijn inderdaad nog 24 schutterijen over. Er zijn er veel al afgevallen vandaag. Dus we gaan volgende week gewoon vrolijk verder. Hè. Hoe kijk je terug? Wat was dit vandaag voor het terrein en techniek, voor het OLS? Dit was voor terrein en techniek was dit een geweldige dag. We hebben een geweldig feest hier. Het is nog bomvol op dit moment. En we hebben geen problemen gehad. We hebben heel kleine vraagstukjes gehad. Dus alles is super verlopen. De optocht was geweldig. Het terrein is mooi hier. Ik heb een hele relaxende dag gehad. Ja, heel mooi. Dus eigenlijk geen zorgen? En je hebt al die weken volgens mij heel ontspannen gelopen, toch?
Ik denk dat als ik terugkijk, zo, dat we heel ontspannen inderdaad gewerkt hebben de afgelopen weken. Het is altijd even inderdaad toch een beetje spannend. Verloopt het op die dag ook perfect? Nou, het heeft perfect gegaan. Ik heb de hele dag een telefoon bij me gehad en het waren heel kleine puntjes allemaal. Ik ben helemaal blij. Waar ga je het dan nog over? Een hek dat rechtstijl? Nou, ik zal een heel mooi voorbeeld noemen. Iemand die belt mij op een gegeven moment. Ik moet met de optocht meelopen. Ik sta op P2 en ik heb een paard. En dat paard dat heeft stalen hoeven. En er liggen overal stalen rijplaten. Hoe kom ik op de opstelruimte? Het toiletpapier is op in toilet nummer 1. Dat soort dingetjes. Perfect. Ja, daar zou ik wel. Daar hoeft ze niet wakker van te liggen. Nee, daar liggen wij helemaal niet wakker van. Nee, alles is, we hebben het geweldig georganiseerd gehad. En alles is verlopen zoals wij dachten. En daar ben ik heel erg trots op. Ik ben heel erg trots op alle mensen die dit samen met mij zo opgepakt hebben en georganiseerd hebben. Geweldig. En wat gebeurt er nou vandaag? Morgen dan beginnen wij het terrein te ontmantelen. Het hele exercitieterrein dat gaat weg. De e-tent gaat weg. Dus er gaan een aantal dingen al weg. En dan hebben we volgende week donderdag, als ik het goed heb, hebben we een vrijwilligersavond. Volgende week zaterdag is het aan het kavelen. Dus wij bouwen het terrein. Wordt nou echt al, ik denk ongeveer de helft gaat al weg. Morgen beginnen we daaraan. Zodat het zaterdag weer op en top is. En er is nog tussendoor nog een vrijwilligersavond, hè? Klopt. Volgens mij aanstaande donderdag is een vrijwilligersavond. Er zijn toch in mei al 1200 vrijwilligers die dit met ons mogelijk maken. Ja, en die willen we ook. Allemaal samen maken wij er een mooi feestje van. En dan zaterdag het kavelen. En dat hopen we ook weer op goed weer. Daar kwamen we ook vanuit. Dus dat wordt ook geweldig. Dankjewel, Leo. En succes. En geniet nog van deze avond. Nou, ik kan het over niet meer kapot. Het kan niet meer kapot en ik ga nog een paar lekkere biertjes drinken. Doe het, hè. Dankjewel. 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 Terug naar Pascal aan die kant met een hele mooie koningin. Ja, dat klopt. En hij verdient al die biertjes hoor, ongetwijfeld. En wie ook een drankje heeft verdiend en misschien al heeft gedronken, dat weet ik niet. Manon Hansen. Ja, en nu gaan we elkaar tutoyeren, want we zijn gewoon collega's, ja. Dames en heren. En in de koffiekamer hadden we het er al over. Jij loopt mee met het koningspaar, als koningspaar met Sint Joris Schutterij in Wessem. En toen hadden we, ja, zou het mogelijk zijn om dat te winnen? En ja, toen liet je al een klein beetje doorschemeren, ja, waarom niet? En nu is het ongelooflijk, wij stonden hier vlakbij en je ging echt uit je bol toen je het hoorde. Ja, dat klopt. Dat was wel heel speciaal. Ja. Ja. Maar had je dit nou gedacht, had je dat echt kunnen denken? Want 135 schutterijen, ja, 135 koninginnen, als mooiste koningspaar uitgekozen worden. Ja, dat is toch gewoon, ja, je dag kan niet meer stuk. Behalve dan dat Sint Joris eruit ligt. Ja, dat is helaas jammer. Ja. Maar goed, met de schuttersfeesten die we dit seizoen al gehad hebben, hebben we ook goed gescoord wat betreft de prijzen. Maar met een OLS zeggen we altijd, is het één grote loterij. Is het echt, moet je gewoon echt heel veel geluk hebben. Ja. En ja. Wat is nou het geheim van een goed koningspaar zijn? Ja, hoe word je nou die winnaar? Want er zijn mensen die dan van lijn tot lijn glimlachen. Nu doe je het weer. Dus dat is je al natuurlijk gegeven, geloof ik. Maar is dat het geheim? Of waar zit het hem in? Dat zal niet het enige zijn. Je moet er goed verzorgd uit zijn. En hoe het koningspaar er qua uiterlijk uitziet, het moet ook bij het geheel van de schutterij passen. Mm-hmm. En als we, zeg maar, gekeurd worden, ja, er mag geen vuiltje op het uniform of op de jurk van de koning en de koningin zitten. Het moet echt tot in de puntjes verzorgd zijn en het moet helemaal in orde zijn. Ja, en hoe laat ben je vanochtend opgestaan? Kwart over zes ging de wekker. Ja, en ben je dan naar de kapper geweest? Of, Ja, om 8:30 kwam de kapster. Die is naar Wessem toegekomen. En ja, ik denk een uur heeft ze over mijn haar gedaan. In de tussentijd heb ik zelf de make-up opgedaan. Mm-hmm. Ja, en toen was het al wel bijna tijd om richting de bus te gaan. Want die vertrok rond 10:45. Ja, is die richting mij al vertrokken. Ja. Met wie liep je? Met mijn koning Fer Bidlot. En hoe is hij? Ben je een vaste koningin bij Sint Joris of hoe werkt dat? Sorry? Ben je een vaste koningin bij Sint Joris? Nee, degene die zich koning schiet, die mag zelf kiezen met wie die als koningspaar wil lopen. De koning kan er ook voor kiezen om alleen te lopen. Mm-hmm. Maar meestal, als hij een koningin vindt, dan loopt hij samen met een koningin. Ja. En als je dan terugdenkt aan het défilé vandaag, wat was dan eigenlijk voor jou het mooiste moment? Ja, als ik er aan terugdenk, dan is het toch wel weer even die kriebels die door je heen gaan, hoor. Ja? Dat was wel een heel mooi, het défilé, ja. Ja. Allemaal die mensen die alleen naar jou kijken, die camera die op je gericht staat. Ja.
Spannend. Ja. Ja, en hier gebeurde het dat er uit... Want je zat met de rug eigenlijk naar het schieten toe. Of ja. Was dat bewust of niet? Is dat bijgeloof? Is dat bijgeloof dat je met de rug naar het schieten... Oh nee, dat was gewoon toeval. Oh, dat was toeval. En toen je het te horen kreeg, want je dacht volgens mij dat het later pas bekend zou worden. Hè? Ja, ja, dat klopt. En na het moment dat we hoorden dat we eerste zijn waren geworden als koningspaar... had ook net helaas onze schutter gemist. Ja. Dus dat was even een dubbel gevoel. Mag de pret niet drukken? Nee. Hoe moeten we u nu aanspreken? Als majesteit op school? Of nee, kan gewoon dat... mevrouw Hansen hoor. Gewoon mevrouw Hansen, ja. Gelukkig. Hey, dankjewel voor dit interview en voor de snelle komst hier. Je gaat vast en zeker weer het feestbedruis in. We gaan lekker de tanden. En terecht. En misschien is Bart er ook wel, want we schakelen even over naar Bart. Ja, ondertussen stoon ik hij bij twee enthousiaste dames. Meijelsen ook nog, echte Meijelsen. Echte Meijelsen, wat is uw naam? Corrie Verheijen. En? Mia van Rooij. Corrie en Mia, wat vind je van het OLS? Geweldig. We zijn al verschillende keren hier geweest. We wonen hier vlakbij, hier net achter. Ja. Dus. En we horen de muziek thuis achter het huis. Dus toen dacht je, ik kom er ook. Ik kan er maar naartoe. Ja. En dat geldt voor u ook? Ik ben de oma van de koningin van Sint-Nicolaas. Oh, van Brenda. Van Brenda, ja. En die heeft flink gestraald vandaag. Ja, super hè, super. Trotse oma. Ja, zeker weten. Ja. En volgend jaar is ze wel de koningin. Hopelijk. Als het aan mij ligt wel, ja. Maar dat doet ze ook wel hoor. Ja, ja. Ze kan het prima. Leuk. Wat gaat je nou doen? In de feest staan? Wij zitten in de tent, in die blauwe tent. Oh. Zitten wij. Goeie muziek. Gang gezellig, dan lopen wij ook wat door. Fijne avond, dames. Wat kunnen mensen de groeten doen? Daar. Ja, iedereen daartoe zit. Dankjewel. Fijne avond. We lopen even door, want er gebeurt natuurlijk zat. Kom Jan. Kom Jan. Dit zien ook mensen. Die komen uit neer. Dit zien de bussen. Neer en aan. Ja. Hoe is het OLS? Ja, klaar voor ons, hè. Meer kan ik er niet van maken. Wel een beetje zoer, of niet? Ja, wat een zoer. Als het pilsje maar smaakt. Dat bedoel ik. We kennen gewoon een pilsje vat, hè. Maar aan de andere kant, ja, we hadden zo geen door willen zien. Het was snel klaar eigenlijk, maar... Wat ligt dat aan, dat er zoveel schutterijen mee scheten? Winch. Dat duidde hem, hè. Is ook zelf geschoten? Ik heb zelf niet geschoten. Ik heb met een paraplu eronder gestaan. En dan merk ze gewoon dat het een beetje hel ging. Maar, joh. Ja, klaar is klaar. We hebben samen met die hooi shirt hebben mes geschoten. Schauber en Schauber moesten toch staan, hè. Hoppakee en... Klaar ermee. Tot volgend jaar in ieder geval. Dankjewel. Wordt het dan zo zien. Kijk, het is een leuk feestje. Laten we nog een schutterij pakken. Even kijken. Dit zien ze van Lambertus. Ja, je moet ook niet terugkomen. Ik wil niet te melden, maar ik vond het... Eén ding wil ik vertellen. Het is vrijdag ben ik heen geweest. Het was een superfeest. En vandaag is nog superder. Maar ik ken het eigenlijk niet. Maar, nog beter? Ja, nee. Anders. Maar een super organisatie hier. Super mensen. En kijk eens wat ik hier allemaal geeft. Hey, ik ben de shot. Hey. En we zijn er trots op. We hebben heen mogen zien. En dankjewel. Fijne avond nog. Truc naar heel je dorp waarschijnlijk. En ik nog een vrijwilliger. Jan Verstappen, vrijwilliger. Ja. Jan, wat is uw taak? Nou, ik heb vanmorgen het bus gereden van de dorpsvoer om de mensen met de busvoerders op te halen. Die heb ik gebracht naar de parkeerplaats en weer terug. En daarna heb ik in de informatietent allerlei mensen allerlei vragen met beantwoorden en spulletjes verkopen. Meest gekke vraag of bijzondere vraag? Nou, nee, ja, sommige kindjes die vader en moeder kwijt zijn. En ja, die dingen, die mensen die het verloren zien, die het gevonden hebben. Maar verder, alles normaal verlopen. Geen gekke dingen? Geen gekke dingen, nee. Gelukkig niet. En nou nog een beetje lekker over het terrein. Ja, een beetje nog relaxen, hè. Sfeer proeven. Ja, precies. Ja. Goed overles geweest? Ja, prima. Prima. Echt super. Mooi weer. Ken niet beter. Goed zo. Dankjewel. Veel plezier nog. Nou, en hij wordt er nog flink gedanst. Nou, tot zover. Nou, het is gezellig. Dames en heren, polonaise. Yeah. Ja, 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 ja. En
Een bijzonder moment in de OLS feesttent voor de Kesselse Lynn Willems. Ze werd door haar vriend Bart Jansen van het Akkermansgilde in Venlo ten huwelijk gevraagd in het bijzijn van duizenden OLS-gangers. Ik heb tijd met u en onze familie als vrienden, mijn vrienden van het gilde, maar bovenal de mensen die vroeger op beeld stonden, al de unity in het kamer. We stonden nu samen in een omgaanigheid waar we samen heel veel meer aan hebben. Schutterie, goede muziek en een goede sfeer. Is het niet zo? Op dit moment vieren we ouders jubileum. En ondanks wie die rollen, liefst ik lachen en loopt ze niet van me weg. Dat maakt dicht de vrouw die ik heel veel gemiddeld heb gebroken. De vrouw die ze nog enkele keer heeft gesteld in een eerste ongezonde sfeer en zelfs gisteren had. Moest ik bij hem komen. Ik wil hem anders opstellen. Jij moest ik bij hem komen. Ja, meneer. Hallo. Har, je mag het opruimen. Ja, we proberen het weer netjes te maken. We wonen nu exoterig, hè? Ja. Veel landen maken lichtwerk, hè? Dat klopt en ik zie dat je met een aantal mensen ziet. Ja, dat klopt. Dus we maken het virtueel voor, proberen we het zuiver te krijgen. Ja. Dat moet wel lukken. Ik vind dat het best wel zuiver is. Op plaatsen is het een beetje, maar algemeen hebben ze zich goed gedragen. Ja. Is dat de taak vandaag van het premier gedaan? Ja, een beetje de buitenruimte een beetje in orde hoor. Ja. Kijk, wel exoterig was het ook natuurlijk, maar ja, in mindere mate. Dus toen waren de containers niet echt vol en hoe wel. Linda Koopmans, de zangeres van het OLS-lied. Hoe was het vandaag? Top. Ja. Ik heb genoten. Alhoewel, ik... Ik vind het prachtig dat hier zo'n mooie sfeer is. Gewoon energie. Alle mensen. Daar raak ik door. We hebben hem hier in Mail. Het OLS. Ja, dat is een gevoel dat... Gewoon... Ja, daar raak ik door. Echt. De mensen hier, joh, dat is feest. De tent op de kop. Het is gewoon... Ja, los. Gewoon echt gaan. Maar ook vanmiddag, die optocht. Ik heb hem geen eens gezien. Ik loop maar zitten. Maar het gevoel klopt. We hebben het OLS in Mail. Nog een paar dagen. Het echtste koningspaar van de Oyshutten die geshoot heeft vandaag. Samen geshoot hebben, ja. Ja, ja. Wat bijzonder. Ja, en ze moet de eerste keer zijn. Ja, dan zijn wij daar. Hoe ging het? Ja, heel goed. Ik ga je aan de bulk zelf. Ja, ik ook. Ja. Een van zanger zei, hij pakt dat een beetje wijde weer. Ja. Dus toen wordt het gaat minder. Dus geen mocht niet terugkomen. Nee. De andere shot rijdt neer. We mogen wel terugkomen, ja, wel. Met de bugs. Ja, sorry. Klopt. Je mocht volgende week van harte welkom. Ja. Hoe heb je de dagen ervaren? Oh, geweldig. We hebben echt genoten. Ja, de optocht was geweldig. Echt. Optocht was heel mooi om te lopen. Ja. Je leeft eigenlijk op, moet ik zeggen, je was gedragen door het publiek. Ja. Geweldig. Ja, dat was echt geweldig. Gewoon om mee te lopen. Geweldig om te doen. En vroeg neven de deur eigenlijk. Dat was lekker gewoon beach. Ja, dat is ook wel eens fijn. De vorige keer ook gaan doen. Ik heb al tegen die van haar gezag van als u hem zitten dan helpen we haar goed. Ja. Dus dat komt goed. En nou, lekker hoes. We gaan nog even naar de koffie. Ja, we gaan even naar de dingen, naar de poort. Daar moeten we ook even spekken. Ja. We schenden de boxen niet opgooien. De eerste dag van het OLS zit erop. 24 schutterijen zien door, nog zaterdag. En hij gaat er nog even de late uurtjes door. Wie zijn nou
de schutterijen die volgende week terug mogen komen op de zaterdag om te kavelen. Wie zijn dat? Dat zijn niet veel schutterijen uit Noord-Limburg, volgens mij, hè? Dat is een gegeven feit. Dat is al heel lang zo. Wat hebben we nog erin zitten? We hebben nog nummertje 1, Sint-Joris in Wessum. Nummer 3, Sint-Urbanus uit Bijlveld. Sint-Joris in Wessum, die waren er toch niet door? Zijn die niet door? Nee. Dan heb ik die gemist. Dan hadden we die alsnog van de lijst af hier. Dan gaan we dus beginnen bij Bijlveld, Urbanus Bijlveld. Mm-hmm. Daar kijken we met een schuin oog kijken over de Maas. Want die houden we een klein beetje mee in de gaten wat dat betreft. Dan gaan we naar nummer 13, Sint Martinus uit Hoorn. Nummer 16, Sint Sebastiaan uit Heerlareide. 17, Sint Jozef Veilen. 32, Sint Sebastianus Laag. Mm-hmm. 33, Sint Sebastianus Heel. Nummer 37, Sint Martinus Born. Dan komen we aan een schutterij en dat was nummer 38, Sint Sebastianus Zevenum. Maar die doen dus mee buiten de competitie. Omdat ze dus binnen die 5 jaar een keer door les hebben georganiseerd. Ja. Daar staat een geldprijs tegenover van €500. Die geldprijs krijgen ze of moeten ze nog meekavelen? Als winnaar. Ja. Nee, die kavelen volgende week kavelen die niet meer mee. Die zijn klaar. Dan zien we nog staan Sint Hubertus uit Schaarsberg. Sint Michael uit Oel. Dan hadden we Sint Urbanus Masniel nog staan. Ja. Maar ook die hebben in 2015 die doorles gewonnen. Dus die doen ook niet mee. Dat betekent dus dat vermoedelijk die geldprijs gedeeld gaat worden onder deze twee schutterijen. Mm-hmm. Dat is dan een ereprijs omdat je het binnen de 5 jaar hebt gehad. Dan heb ik hier nog staan dat Sint Sebastianus Herkenbos er nog in zit. Verder zie ik Sint Sebastianus uit IJs, Sint Nicolaas Heidhuizen, Sint Margrethe uit Ittervoort, Sint Petrus Kelpen Oler. Daar hebben ze een typfout in gemaakt, maar we zijn er toch uit wie het mag zijn. Ja. 77 Sint Sebastianus Klimmen, 79 Sint Sebastianus uit Meer. Dan hebben we nog nummer 85 Sint Barbara Meersen. Nummer 87, Sint Willibrodus uit Obbig. 95, Sint Martinus uit Kessenich. 99, Sint Marternus uit Wielre. 115, Sint Hubertus uit Ubaksberg. En dan, jawel, het is gelukt. 117, het Zandakkerschilde Sint Jan uit Venray. Kijk. En dan komen er nog 2 achteraan. En dat is Sint Jozef uit Stijn. En ook de tweede schutterij uit Kessenich. En misschien dat we naar Kessenich kennen. Ik heb nog geen idee. Nee. Maar 129 de Breidelzone uit Kessenich. En ja, je hoorde straks al een keer roepen. Die komen dus volgende week met 1 bus terug. En die zullen hier heus nog wel een feestje bouwen. Die zijn dus ook door. En dat zijn dan de 24 schutterijen die de volgende week de wedstrijd weer opnieuw aanpakken. Ja, 135 schutterijen waren er vanochtend. Er zijn er nu 24 van over. Die gaan de strijd aanbinden om de bekende num bij het kavelen in de wacht te slepen. Ja. Dat zal volgende week zaterdag plaatsvinden. Ik begreep al een klein beetje dat ze een stukje van het terrein al gaan afbreken. Ja. Dat is gebruikelijk? Ja. Je moet eens kijken wat hier allemaal staat en ligt. Hè? Als je dat allemaal in een hele korte tijd af moet breken en om moet ruimen. Maar dat is gedeeltelijk wordt het terrein al opgeruimd. Ja. En om de mensen toch alvast een sfeertje te geven van de hele dag. Is er een compilatie gemaakt van wat beelden van de hele dag. Daar gaan we nu even naar kijken. Dan kunnen we eventjes weer de sfeer proeven hoe het eraan toe ging. We vullen ons schutters bloedstromen. Dus de défilé marcheren elk jaar. Het OLS kan iedereen van dromen. Limburg, we stonden al verklaar. In het dorp is de warmte gestegen. Voor de meis, het station bij het bos. In Meel, kruisen oude wegen. Kom maar kijken, daar raakt touw op. Tussen het groen in de wei, klopt elk schutters hart. De kenning, de biedeman en de muzikant. We hebben een draf geschoten. Het ooit zo goed begon.
als de leegste schut gestal. Is het geluk vooral voor mij wielen van? Gekabeld, gekeuveld, alles kunt ge, is dat wel een keraar, dan kunt de een nog Ja, wij staan hier op de Schutterswei en op de achtergrond het prachtige avondlicht hier in Meil. En beelden zeggen soms meer dan woorden. En we kunnen terugkijken op een prachtige dag die al heel vroeg begon. Het is nu rond 9:30 en als ik om me heen kijk is het hartstikke gezellig. En wij praten nog heel eventjes de dag na om vervolgens ook even denk ik aan te sluiten ergens om dan nog eentje te drinken, Jacques. Ja, het is allemaal vlug gegaan wat dat betreft. De uitslagen zijn bekend. Over uitslagen gepraat, er zijn meer uitslagen. Ja, want hoeveel prijzen zijn er niet te vergeten? Ja, veel te veel om hier even staan op te noemen, want daar staan we nog wel een kwartier. Loopt dat in de tientallen of dan 100? Nee, dat loopt echt in de tientallen. En als mensen willen weten wat hun schutterij op een bepaald gebied heeft gescoord. We hadden zojuist het koningspaar, hè, of tenminste de koningin. Die uitslagen die staan ongetwijfeld al op de federatiesite, OLS federatiesite. En die komen ook bij Meil erop te staan. Dus ze kunnen het van alle kanten kunnen ze het bekijken. En wij nemen de volgende week de schutterijen mee waar wij het uitzendgebied hebben. En dan gaan we kijken wie daar prijzen van heeft gewonnen. En die gaan we dan even specifiek belichten. Want er staan vaak ook namen bij. Leuk voor de mensen dat ze dan hun eigen naam nog eens een keertje horen op Radio TV. Dus daar gaan we deze week gaan we dan kijken. En dan nemen we het de volgende week mee. Want het werd net omgeroepen. Hè? Tijdens het schieten werden al die prijzen, dat ging soms 210 prijs. Brak er weer ergens hier gejuich los. Dat zijn nummers die ze dan geven in die wedstrijden. En ja, zo staat het omschreven dan in de reglementen. En dat zijn gewoon nummers die ze aan bepaalde wedstrijden geven. En als je daar een deelneemt, nou ja, wat het dan ook mag zijn. Maar daar hebben we het de volgende week beleefd. Ja. Vandaag begon het schieten zo rond de klok van 4:30, ietsje later. Volgende week waarschijnlijk eerder, hè? Want dan hoeven alle exercities niet. Nee. Volgende week is het gewoon een openingswoordje. En dan gaan we schieten. En 11:00. Mm-hmm. Even zo op mijn hoofd, als ik het goed heb. Gaan we dus beginnen. En ja, dan is het afwachten hoe vlug dat het allemaal gaat. Uiteraard is het weer afhankelijk. Want je merkt, de wind is helemaal gelegen. Ja. En we hebben dat al meerdere keren ook vanmiddag gezegd. Van de wind draait. Dat hoorde je dus ook in de verslagen van onze collega's die onder de schietbomen stonden. En toen ze dus de eerste kavelronde begonnen en tevens de laatste. Toen hoorde je dus ook van heel veel schutterijen van, hey, de wind is een heel stuk gaan liggen en het schiet wat makkelijker. Mm-hmm. Maar ja, er is gewoon niks aan te doen. Het weer is en blijft een factor. Soms moet je mazzel hebben met de weersomstandigheden. Dat geldt ook voor de Tour de France. Als het in één keer gaat regenen, dan gaat de gemiddelde snelheid omlaag. En hier is het een stuk lastiger om het bulken eraf te schieten als er wat wind is. En u hoort het misschien niet, maar wij horen dat het heel gezellig is. Hier een amper een 50 meter vandaan, 100 meter vandaan in de tent. En wij gaan ons ook een beetje mengen onder het publiek. Jacques, bedankt voor al het commentaar van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ik wil u danken voor het kijken. En wij zijn natuurlijk terug volgende week bij het kavelen. Want dan gaan 24 schutterijen tegen elkaar opnemen. Wie de num mee naar huis mag nemen en het dan volgend jaar mag organiseren. Dank voor het kijken. Fijne avond.